Tegenwoordig hebben we een hele specifieke subcultuur. Ook wel de hipster genaamd. Je kan ze vaak herkennen aan een bepaalde kledingstijl. Wat gemakkelijke kleding, maar ook vooral tweedehands kleding. Origineel bij elkaar gezocht. De mannen dragen vaak een baard. En ze gaan ook op een specifieke manier met voeding en drank om. Meestal brouwen ze hun eigen bier. Vaak zijn ze vegetarisch of veganistisch. Of ze verlustigen zich juist heel erg aan vlees. Het is echt wel een specifieke cultuur die in het algemeen ook politiek gezien enigszins sociaal begaan is of links georiënteerd is, zich zorgen maakt over het milieu. Nu zul je denken, is deze groep nou helemaal nieuw? Is dit een originele groep? Is dit iets van de 21ste eeuw? Nou, ik denk van niet. Want als je naar de 19e eeuw kijkt, dan zie je dat aan het eind van de 19e eeuw, in het laatste kwart van die 19e eeuw, ook een hele specifieke groep op geld deed. En zij zijn misschien wel wat te vergelijken met deze hipstergroep. Ik heb het nu over de volksverheffers. Volksverheffers. Dat was een groep meestal afkomstig uit de middenklasse, hogere middenklasse. Dus mensen die opleiding hadden genoten, die het bepaald niet arm hadden. Maar zij wisten vooral heel goed hoe het hoorde. Welke normen en waarden moesten er in de maatschappij nou naar voren komen? Ze maakten zich zorgen over een andere groep in die maatschappij, namelijk over de arbeiders. En die arbeiders aan het eind van die 19e eeuw, die hadden wel wat problematische omstandigheden. Ze leefden vaak in overvolle wijken. Het was de tijd dat veel mensen van het platteland naar de stad trokken. En ze hadden het niet al te breed. Daarom waren er ook besmettelijke ziekten. Er waren nog weinig vaccinaties. En die volksverheffers, dus die groep uit de middenklasse, die maakten zich zorgen over die arbeiders. Wat gingen die volksverheffers nou doen? Ze gingen kijken of ze die omstandigheden van die arbeiders konden verbeteren. Wat betreft hun wonen, dus wat betere huizen laten bouwen, wat hygiënischer omstandigheden. Wat betreft hun leven, dus netjes recreëren, niet de hele dag in de kroeg of hangen op straat, maar cursussen volgen, zich bij clubs aansluiten. En ze keken hoe die arbeiders wat betere werkomstandigheden konden krijgen. Dat gebeurde dus door sociale wetgeving, dus dat was meer een politiek verhaal. Maar die volksverheffers, dat is echt een maatschappelijk verhaal. Zij maakten zich druk over de sociale omstandigheden van die arbeiders. Ze ondernamen allemaal initiatieven. Dus ze gingen buurthuizen oprichten, ze gingen speeltuinen inrichten. Ze zorgden dat die arbeiders clubs en cursussen hadden waar ze naartoe konden. En één onderdeel hiervan was dat ze zich zorgen maakten over de manier van leven van die arbeiders. Dus ook hier, eigenlijk net als bij die hipsters, gaat het voor een deel over kleding, over voeding, over drank. En dan dus heel specifiek over geen alcohol, liefst geen tabak. Een deel was ook echt tegenstander van het nuttigen van vlees. Men moest zich gezond en goed kleden. Want anders zou het wel eens zo kunnen zijn dat de maatschappij ging kelderen, degeneratie was een onderwerp waar veel studie naar werd gedaan. Maar ook decadentie. Dus als er te veel van alcohol werd genuttigd. Er werden allerlei initiatieven opgericht om die arbeiders te helpen. Maar het eigenaardige en eigenlijk ook het interessante is dat die volksverheffers het ook op zichzelf betrokken. Je zou misschien zelfs kunnen zeggen dat die levensreform, waar die volksverheffers ook zelf aan gingen doen, dat die eigenlijk ook hun eigen leven voor een deel ging beheersen. Ze gingen voorleven als voorbeeld voor die arbeiders, maar ook voor andere potentiële volksverheffers. Je ziet dat er een bepaalde groep is die heel vooruitstrevend bezig is, die volksverheffers. En die ging zich op een specifieke manier kleden. Wollenkleding, het jegerondergoed, maar ook bovengoed zelfs, werd op dat moment enorm populair.
De vrouwen mochten geen korset meer dragen. Het was zelfs zo dat ze voor naaktlopers werden uitgemaakt. En dat naaktlopen, dat viel wel mee. In de praktijk betekende het dat ze geen hoofddeksel droegen of dat ze sandalen aan hun voeten hadden. Wat betreft voedsel en eten leefde een deel vegetarisch, maar was men vooral tegen overmatige consumptie van alcohol. Maar het was ook zo dat er een specifieke manier van voeden werd uitgevonden. Er was iemand in Amerika en die vond iets enorm populairs uit. Namelijk een soort van chip van mais gemaakt. Oftewel, John Kellogg vond op dat moment de cornflake uit. En dat werd heel erg populair onder die volkswervers. Er was ook een Zwitserse sanatoriumarts, Maximiliaan Bierger Benner. En hij vond de eerste raw food hype uit. We kennen het nu nog als muesli. En tenslotte zijn er een aantal voorbeelden van heel specifiek brood, het Dr. Allison brood. Maar ook van therapieën. En dan hebben we het niet over geestelijke therapieën, maar over lichamelijke therapieën. Licht, lucht en water. En als je nu naar de drogist gaat en je ziet nog allerlei potjes van Dr. Kneip, dan is dat afkomstig uit het eind van die 19e eeuw. Hele groepen vooruitstrevende mensen uit de middenklasse ging op dat moment naar Duitsland, naar het sanatorium van Dr. Kneip, en stapte daar vrolijk met blote voeten in plassen en liet zich inwikkelen in vochtige lappen, nam koud en warm water baden en verkeerde vooral heel veel in de buitenlucht. Het leven moest natuurlijker, het moest gezonder. En eigenlijk als je kijkt naar de manier van leven van deze vooruitstrevende groep in de 19e eeuw, zijn ze wel een beetje vergelijkbaar met die hipsters. Men zocht naar een manier om zich te onderscheiden, om vooruitstrevend te zijn. En men zocht ook naar een manier om enigszins sociaal begaan te zijn. En het grote verschil is denk ik tussen die hipsters en tussen die volksverheffers, dat de hipster op dit moment het heel erg op het eigen individu richt. Men zoekt naar authenticiteit en behoort daarbij eigenlijk tot een hele grote groep. Dus dat wringt wel enigszins. Maar die volksverheffers zoeken ook wel naar authenticiteit, maar vooral naar een manier om een voorbeeld te zijn voor hele grote groepen, omdat ze sociaal, maatschappelijk zo begaan zijn.